Waar was ik de afgelopen 3, 4, 5, 6? Waar was ik de afgelopen week? Ik moest even lay low. Er zijn een paar dingen gebeurd waardoor ik even laag moest. Even onder de radar. De 5 grootste YouTubers in Vlaanderen. In enkele jaren tijd hebben deze 5 jongens en meisjes een paar tienduizenden tot honderdduizenden abonnees bij elkaar geschaard. Wat hebben ze te vertellen? Top 5 grootste YouTubers van België. Nummer 1. Hoenagies. Niets is beter dan met jou. 325.000 abonnees. De 20-jarige Raya Agassai is een vlogger. Vlogger? Ey. Vlogger. Het is tijd voor een unpopular opinion. De HLN is de beste krant van België. Hey. Zoals jullie zien, de HLN doet altijd gewoon geweldige research. Raya Agassai is inderdaad de grootste YouTuber van België. Daardoor moest ik even lay low. De krant erkent niet dat ik besta, want ik besta ook gewoon niet. Ik upload 5 dagen geen video en ik besta niet meer. Hey, het is oké. Ik accepteer het. Ik ben even laag gegaan en nu ben ik terug. Het is weer die tijd van het jaar dat jullie allemaal examens hebben. Dus waarschijnlijk doen jullie helemaal dagen niks. Dus zo krijg ik gewoon makkelijkere views. Het is zo wat ding geworden op Twitter om unpopular opinions te tweeten. Dat is dus een mening die volgens jou gewoon niet populair is. Iets wat jij doet. I'm different! Een soort van manier hoe je op Twitter kan tonen aan de mensen van, hey, ik ben anders. Ik denk over dingen anders na dan jou. Ik ben anders. En het is gewoon het ding geworden in 2018 om zoveel mogelijk te tonen aan de wereld. Ik ben anders! Ik draag een ultradynamische bril. Want ik ben anders! Jullie snappen dit niet. Dat is fashion. Want ik ben anders! Ik ben gestopt met school. Want ik ben anders. Gay zijn is een keuze. Want ik ben anders. I'm different! En zo is het voor heel veel mensen gewoon een soort van manier geworden om te tonen van, kijk, ik heb veel retweets. Dus mijn unpopular opinion is eigenlijk helemaal niet unpopular. Maar toch, ik ben anders! Ik ben een buitenbeentje in de maatschappij. En dat is het hele ding geworden van zo unpopular opinions tweeten. Gewoon om even te tonen dat je anders bent. Maar toch, het doel van je tweet is veel retweets halen. Dus als je unpopular opinion meer dan 10 retweets heeft, dan is hij niet meer unpopular. Dan ben je gewoon hetzelfde als iedereen. Hey! Avocados zijn helemaal niet lekker. Avocados zijn overrated. Unpopular opinion! Ananas kan niet op pizza. Yalla! Unpopular opinion! Er is helemaal niks unpopular aan ananas niet nice vinden op pizza. Ik vind het wel nice. Er is niks anders aan die dingen. Als je een echte unpopular opinion op Twitter zet, dan word je gehaat door iedereen. Want dan zet je iets op internet wat je zelf ook niet zo vindt. Alle unpopular opinions op Twitter zijn gewoon mainstream. Of het is een tweet om veel retweets te halen, of het is zo controversieel dat je gehaat wordt door heel België als je tweet. Zo zag ik een unpopular opinion. Jij zijn is een keuze! Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon geen, niet eens een mening. Dat is gewoon iets zeggen om controversie te creëren. Het idee achter zeggen dat gay zijn een keuze is dan, wacht even. Ik denk dat als je ouders in het ziekenhuis zijn en als je mama aan het bevallen is, dat je papa een soort van blad krijgt waarop staat: wat wil jij dat jouw kind wordt? Hetero of holibi? En dan kunnen ze kiezen, snap je? Dan kies je op dat papier of jouw kind holibi gaat zijn of hetero. Het is een keuze. Hey! Ik weet niet of dat de gedachte is erachter, maar bedoel, het is niet unpopular als je zoiets zegt. Je bent gewoon gatachterlijk als je zegt dat gay zijn een keuze is. Je bent niet gatachterlijk als je zegt dat avocados niet lekker zijn. Dat is gewoon een mening. Maar geen unpopular opinion, want ik ken echt gewoon fucking veel mensen die avocado niet lekker vinden. Willen jullie een paar echte unpopular opinions? Dingen die je beter niet op Twitter zegt wel. Waarover gaat deze video? Unpopular opinion! Hey. Kijk, stoppen met school is de slimste keuze die iedereen kan maken. Stop gewoon met school, diploma, het boeit niks. Ik vind het leuk om op mijn kat zijn staart te gaan staan. Het is heerlijk. Kijk, koffie drinken is zo 2017. Ik injecteer gewoon cafeïne in mijn aders, snap je? Unpopular opinion, cafeïne injecteren is wel beter dan koffie drinken. Kater, heerlijk. Ik hou ervan. Ey, katers? Ik leef voor katers, snap je? Unpopular opinion. Alle Belgische YouTubers zijn echt fucking gay. Nee, wacht. Dat is geen unpopular opinion. België heeft geen goede YouTubers. De 5 grootste YouTubers van België zijn allemaal Mongolen. Hoenagies, Castiop, Achterklap, Olex, Kurkdroog. Kijk, dat zijn de enige YouTubers in België. En die hebben niet eens wel abonnees. Hey, fuck YouTube België. Unpopular opinion.
Ik hou van mensen die een wijk niet douchen en gewoon als wijd stinken. Ik hou daar gewoon van. Dat is iets aan mij die dat gewoon leuk vindt. Dat is mijn unpopular opinion. Ik vind gewoon dat zwijt iets stimuleert aan mij en het geeft me gewoon een soort van goed gevoel. Dit zijn unpopular opinions. Niemand heeft die shit ooit gezegd. Maar als je zoiets op Twitter zet, dan ga je geen retweets krijgen. Dus dan heeft je tweet ook niet echt nut. Tenzij je echt gewoon wil tonen aan de wereld van hey, ik ben anders. Kijk, je kan ook op andere manier tonen aan de wereld dat je anders bent dan unpopular opinions te tweeten op Twitter. Niemand is geïnteresseerd in je unpopular opinion. Avocados zijn niet lekker. Ik hou van olijven. Oké. Niet omdat iemand anders het niet vindt dat gelijk een unpopular opinion is. Wat dan wel een unpopular opinion is, is gewoon... Kijk, België heeft wel goede YouTubers. Unpopular opinion. Slechte punten halen op school is niet cool. Dus spreek ik mezelf een beetje tegen, want ik lachte altijd iedereen uit die betere punten had dan mij. En ik had gemiddeld die 2 op 10, en dan zat ik daar in de klas. Heb jij het negen? Nerf. Het lekkerste drankje ter wereld is water. Unpopular opinion. Kurk droog is niet grappig. Yalla! Yalla! Unpopular opinion. Het is niet omdat je designer kleren draagt dat je een fashion icon bent. Deze trui is kankerlelijk. Unpopular opinion. Alle mensen die naar drum en bass feestjes gaan zijn junkies. Unpopular opinion. Acid is de grootste YouTuber van België. Hey, unpopular opinion. Want de HLN weet niet eens dat ik besta. En dat is dan de grootste krant van België. Research op ander niveau. Drugs zijn fucking cool. Hey, dat is echt een unpopular opinion. Kijk, als je drugs gebruikt, ben je cool. Ik vind dat. Dat is gewoon mijn mening. Unpopular opinion. Zo kan ik eigenlijk echt wel blijven doorgaan tot ik een video heb van 30 minuten en gewoon zo domme shit blijven zeggen. Kijk, ik heb er niks tegen als jij al eens zo getweet hebt op Twitter van unpopular opinion. Mag delen wat je wil, maar onthoud gewoon dat als je zegt unpopular opinion, dat je beter gewoon echt een unpopular opinion neerzet, want... Wat is anders het nut van je tweet? Je mening is niet populair. Het is een shout om retweets te krijgen, snap je? Iedereen die unpopular tweets zet, doet het voor de retweets. Dat is gewoon echt gewoon heel eerlijk. Tijd voor de most unpopular opinion of all unpopular opinions. Fortnite is beter dan PUBG. Unpopular opinion! Red Sweat is overrated. Dat klopt niet eens, dat is niet eens... Wat? EDM is de beste muziek die er is. Niks evenaart EDM. En nu mag ik mezelf wat gaan neersteken in de badkamer. Ladies and gentlemen, gooi jullie most unpopular tweets in de comments. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Iedereen die deze video liked, is cool. Unpopular opinion. Zet het belletje aan dat je notificaties krijgt, want het is juni. En juni krijg je veel views, dus ik ga veel uploaden deze maand. Ladies and gents, ik ben echt benieuwd naar jullie unpopular opinions. Laat die even weten in mijn, in de comments. Alle subscribers van Acid zijn 12. Unpopular opinion. Als je kleren ontwerpt en je zet gewoon één woord en het groot op een t-shirt, dan ben je een designer. Unpopular opinion. Hey, ik ga ervan door. I see you guys later. Vergeet niet, ik ben jarig op 29 juni, dus... Hello. Misschien ben ik goed genoeg om toch nog te winnen. Wie weet. Maar, even kijken, dus ik ga een afspraak maken. Zo meteen eventjes nog wat informatie verzamelen. Is goed.